Welkom op de site van Meer Moed, Meer Mens. Ik ben Catharina Haverkamp en ik ben Encouraging Trainer. Wat zijn Encouraging Trainingen? Nou, Encouraging dat staat voor bemoediging. En bemoediging, ja, dat is hetgene wat wij als mensen misschien wel het meeste nodig hebben. Zoiets als water en zonlicht voor planten. Misschien ken je het wel, dat je in contact met andere mensen vaak tot de conclusie komt, ik ben zoals ik ben, niet goed genoeg. Of, ik hoor er niet bij. Bemoediging helpt je om tegen jezelf te zeggen, ik ben oké, zoals ik ben. Nou, als je dat denkt en jezelf waardevol vindt, belangrijk, dan kom je in beweging. Dat is precies het doel van de encouraging trainingen. 1. Mensen bewust maken hoe ze eigenlijk over zichzelf denken. 2. Trainen om het positieve eruit te halen. En ik zeg trainen omdat het oefenen in de encouraging training enorm belangrijk is. Als je oefent in glimlachen, dan word je er steeds beter in. En dan word je misschien wel een vriendelijk mens. En ten derde, bemoedigen. Weet je, we schieten er niet zoveel mee op om onszelf steeds maar een schop onder ons kont te geven. Nee, we moeten ook jezelf en ook anderen gewoon een handje helpen, elkaar een beetje tegemoetkomen. En dat doe je door te bemoedigen. Dat doe je door het uitspreken van wat er wel goed is, waar het al beter gaat. En ook de waardering uitspreken voor elkaar, voor de mensen met wie je leeft, voor de mensen met wie je werkt en voor de mensen die je zo tegenkomt in het dagelijks leven. Elkaar helpen om er, om er gewoon iets leuks van te maken, van dit leven. En dat moeten we met elkaar doen. De mens is een sociaal wezen. En wij en ik als encouraging training draag graag een steentje bij. Dus ik zou zeggen, ga maar eens kijken op mijn site wat er zo allemaal voor je te beleven is. Ik zie je graag.